Meneer Distelmans, wat is de bedoeling van deze persconferentie? Kan u dat even kort uitleggen? De bedoeling is om wilsverklaringen die op hun correctheid zijn nagelezen door de FOD Volksgezondheid op een gratis wijze via de apotheker aan te bieden aan de bevolking. Dat gebeurt ook al via de huisartsen en mensen enzovoort. Maar nu kan de bevolking ook terecht bij de eigen huisapotheker. En dus dat gaat verspreid zijn over heel Vlaanderen en Brussel. En dat is een belangrijke toepassing, denk ik, omdat mensen dan eigenlijk overal die wilsverklaring kunnen krijgen, want we merken nog veel te veel miserie, ellende van mensen die niks hebben opgesteld en die dan in afschuwelijke, mensonwaardige situaties terechtkomen en waar de familie van zegt, ja, wat moeten we nu beslissen, want hij of zij heeft niks opgeschreven. Okay, kan u even kort uitleggen wat het lijfplan is? Het lijfplan is eigenlijk een soort kangoeroe-brochure waarin drie zaken zitten. Ten eerste in een notendop wat men zelf kan doen bij het levenseinde, met volle verstand of zonder zijn volle verstand. Ten tweede zit daar die brochure in met de correcte voorafgaande wilsverklaringen, waar alle beschikbare wilsverklaringen in op zijn genomen. En de derde brochure noemt wegwijs in de voorafgaande zorgplanning, waarin staat hoe dat men op een correcte manier de brochures best in. Oké, dank u.